Bij ons is de staatssecretaris voor Fiscaliteit, Volkert Itzinga. Hij pakt nog even zijn tas uit. En ondertussen geef ik Leendert Beekman het woord. Ja, want wie is het eigenlijk? Volkert Itzinga is voor veel mensen misschien wel een nieuw gezicht. Maar niet voor Politiek Den Haag. En zeker niet voor de VVD. Hij was namelijk al een keer Kamerlid namens de Liberalen. Maar vertrok en dook plotseling op bij een nieuw sociaal contract. Nu dus staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingen. Hij heeft grote waardering voor zijn CDA-voorganger Marnix van Rij. En liet zelfs wel eens een keertje doorschemeren dat hij zich afvroeg of hij het wel beter zou kunnen. Nou, de BNR-luisteraar gaat hem vaak horen, want box 3. En voor de minder vermogenden, hij moet ook nog het hele belastingstelsel herzien. Welkom, Volkert Itzinga. Dank u wel. U bent een bescheiden man. Want toen Leendert net voorlas dat u dacht, ik weet niet of ik het beter kan dan mijn voorganger, toen zag ik u nee schudden. Nee, ik kan het niet beter. Nou, ik heb diepe respect en bewondering voor Marnix van Rij. En ik vind het heel knap wat hij gedaan heeft. Ja. En in die zin heb ik wel vaker gezegd, ik heb best wel grote schoenen te vullen. Dus, maar ja, u heeft vast iets toe te voegen. Vast wel. Wat is het? Ja, wat ik toe te voegen heb, is dat ik het weer verder oppak op waar hij het heeft achtergelaten. Heeft het goed achtergelaten, daar pak ik het weer op. En ja, ik doe het op mijn manier. En of dat nou beter is of slechter is, ik weet het niet. Maar ik doe het op mijn manier. U doet meer dan op de winkel passen? Ik doe zeker meer dan op de winkel passen. Want de winkel die heeft op bepaalde punten ook wel wat onderhoud en wat renovatie nodig. Box 3 werd net al even genoemd. Een grote hersteloperatie voor het verleden. Tegelijkertijd hebben we voor het heden moeten we ook iets verzinnen. En natuurlijk voor de toekomst moeten we ook kijken of we een toekomstig stelsel kunnen bouwen. Nou, juridisch houdbaar is. Nou, over al die grote vraagstukken die op uw bordje liggen gaan we het hebben. Box 3, laten we daar beginnen. Wat denkt u eigenlijk dat u eerder gefixt heeft? Box 3 of de hele hervorming van het belastingstelsel? Nou, ik hoop dat dat box 3 is. Want die hervorming van het belastingstelsel, dat heeft de geschiedenis ook laten zien. Dat moet je zorgvuldig doen. Dat moet je op een manier doen die bestendig is. Die ook losstaat van de politieke flavor of the day, laat ik het maar even zo zeggen. En box 3 heeft gewoon op hele ad hoc basis heeft dat sturing en bijsturing nodig. Dus dat hoop ik echt toch wel eerst gefixt te hebben. Als we kijken, want u bent van nieuw sociaal contract. Een van de redenen om te gaan kijken naar het stelsel zoals we dat nu kennen, heeft natuurlijk met de toeslagen te maken. Het is heel ingewikkeld om dat in één keer aan de kant te schuiven en naar een nieuw stelsel toe te gaan. Zeker. Ook door problemen, ICT-problemen bij de Belastingdienst. Mm-hmm. Maar als we het hebben over de hervorming eigenlijk van het hele fiscaal stelsel, hebben we het dan over box 1, 2 en 3? Kijk, als je het hebt over de hervorming van het belasting- en toeslagenstelsel, dan heb je het in enge zin natuurlijk over met name box 1 in combinatie met sociale zekerheid. Ik denk alleen als je daaraan begint dat je er ook niet aan ontkomt dat je breder zult moeten kijken. Dat je ook aspecten zoals de belastingmix, de verhouding tussen belasten op arbeid versus belast op vermogen, belast op vervuiling. Ik denk dat in een modern belastingstelsel dat je daar ook naar kijkt en dat je dat ook meeneemt. Dat je ook naar de autobelastingen kijkt, dat je het zo breed mogelijk oppakt. Maar de acute zorg, als we het hebben over werken moet lonen, dat zit in eerste instantie natuurlijk binnen het box 1 domein, als ik het zo maar even mag. Nou, ik ben blij dat u zegt, dan moeten we breder kijken, want je moet het op een bepaalde manier ook betalen. Er is natuurlijk een discussie in Den Haag geweest, en dat loopt al jaren, over die verdeling tussen het belasten van arbeid en het belasten van vermogen. En er zijn ook heel veel aanbevelingen zijn er gedaan. Er zijn eigenlijk wel 180 fiscale regelingen die inefficiënt zijn en vooral de vermogenden ten goede komen. Ja. Ik zie weinig terug, nu op dit moment, in de plannen van het kabinet, waarbij er iets aan gedaan wordt. Kijk, als je het stelsel wilt hervormen, en dat willen we, dan zul je heel kritisch moeten kijken, en je wilt het ook vereenvoudigen, dan zul je heel kritisch moeten kijken ook naar die fiscale regelingen. Punt is natuurlijk alleen dat achter iedere fiscale regeling daar schuilt een groot belang vaak. En dat maakt die discussie niet makkelijk. Geeft u daar eens een voorbeeld van?
De BOR misschien. De BOR is een voorbeeld. Bedrijfsopvolgingsregeling. Maar ook de hypotheekrenteaftrek. Dat zijn natuurlijk ook allemaal voorbeelden van fiscale regelingen. En daar gaat heel veel geld in om. En mensen vertrouwen er ook op dat die regeling in stand blijft. Dus je kan niet in alle gevallen zomaar met de botte bijl door al die fiscale regelingen heen gaan. Dat moet je op een zorgvuldige manier doen. Dus we evalueren van tijd tot tijd, evalueren we al die fiscale regelingen. En dan hebben we met elkaar afgesproken, dan doen we het volgende. Dan kijken we van, goh, deze regeling die is positief geëvalueerd. Dan houden we hem in stand. En als het iets negatiever is, dan is in principe de lijn, of we schaffen hem af, we passen hem aan, of we gaan iets nieuws verzinnen. En voor u persoonlijk, wat is de fiscale regeling die u het eerst zou willen aanpakken? Nou, dat kan ik in zijn eenvoud zo niet 1, 2, 3 zeggen. We gaan ze allemaal evalueren. Dat doen we van tijd tot tijd. Dan komt er ook een appreciatie vanuit het kabinet. Er ligt wat achterstallig onderhoud ten aanzien van die fiscale regelingen. Ik dacht dat er iets van 23 appreciaties binnenkort, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, de duim gaat omhoog, dus ik zeg het goed. 23 fiscale regelingen die zullen binnenkort geapprecieerd worden. En daar zullen we dan een keuze uit moeten maken. Want we hebben in het hoofdlijnakkoord hebben we een stelpost daarvoor opgenomen van 250 miljoen. Dus we zullen daar wel mee aan de slag moeten. Als ik het hoofdlijnenakkoord lees, dan staat daarin, we moeten zeker voor het MKB, maar ook het bredere bedrijfsleven, moeten we een voorspelbaarder fiscaal beleid hebben. Ja. Hoe strookt dat eigenlijk met de ambitie om alles op de schop te doen en met de nu voorgestelde toch terugdraaien van maatregelen die door een vorig kabinet genomen zijn? Bijvoorbeeld de MKB winstvrijstelling of de aankoop eigen aandelen. Hoe strookt dat met elkaar? Nou, kijk, een stabiel vestigingsklimaat. Een stabiel klimaat, ja. Waaronder ook. En als je in gesprek gaat met het bedrijfsleven, dan hoor je ook vaak van, weet je, de hoogte van de belasting maakt nog niet eens zo heel veel uit. Het gaat erom dat het voorspelbaar is wat jullie als overheid doen. En als je ziet ten aanzien van, u noemde net de inkoop eigen aandelen, maar er zijn ook een aantal andere voorbeelden te noemen. Dat zijn maatregelen die zijn tijdens het vorige belastingplan in het holst van de nacht zijn die met stoom en kokend water zijn die door de Kamer heen gegaan. Ja, en als je dan vervolgens de volgende dag even reflecteert erop, en dat heeft toen de regering ook gedaan, die heeft gezegd van ja, dit is eigenlijk niet goed voor het ondernemingsklimaat. Want niet stabiel. Niet stabiel. Wij lazen ook nog in het regeerprogramma dat er een extra belastingschijf komt voor de lagere inkomens, vooral belangrijk. Hoe gaat die eruit zien? Is er al een percentage aan gekoppeld? Ja, zeker. Daar is een percentage aan gekoppeld. En die ga ik nu even voor u... Ik heb hem 35,82%. 35,82%. Ja, dus dat is ongeveer 1,15% lager dan wat het tarief nu is. Wat nu nog de eerste schijf is. Er komt dus een schijf onder in feite. Ja. En de tweede schijf die is ietsje hoger. Die is ongeveer 0,5% hoger dan de eerste schijf nu is. Ja, 37,5 is die. Dat scheelt echt heel weinig. Nou, dat scheelt voor heel veel werkende mensen scheelt dat toch een paar honderd euro per jaar. Ook voor de lagere inkomens? Voor de lagere inkomens is dat ietsje minder, maar ten aanzien van lagere inkomens hebben we natuurlijk ook wel weer andere maatregelen die we treffen. Bijvoorbeeld verhoging van de huurtoeslag en ook een verhoging van het kindgebonden budget. Maar die toeslagen, daar wilden we allemaal vanaf. Ja, dat is de uitdaging. Daar willen we inderdaad op een andere manier iets mee doen. Klopt. Ja, staatssecretaris Itzinga. U gaat zometeen, als u deze plannen gaat verdedigen in de Tweede Kamer, gaat u in ieder geval van de linkse partij horen. Hiermee bevoordeelt u eigenlijk alleen maar de werkenden middenklasse. Want op het moment dat je eigenlijk maar al weinig verdient en al bijna geen belasting betaalt en afhankelijk bent van toeslagen, ja, heeft dit eigenlijk geen enkele gevolgen voor je inkomen. Nou ja, wat ik net zei, met name als we het hebben aan echt helemaal aan de onderkant, treffen we een aantal andere maatregelen. Ik had het net over de huurtoeslag. Mm-hmm. Ik had het net over kindgebonden budget. Daarnaast hebben we natuurlijk ook maatregelen ten aanzien van benzinebrandstof. Oh ja. De energierekening, daar houden we de tarieven wat lager. Dus
Ja, wij denken wel dat dit een redelijk evenwichtig pakket is zoals het er nu voor ligt. Ik wil er nog één vraag stellen tot slot. SP-Kamerleden die namen vandaag mensen met in zware beroepen mee naar de troonrede. Om als gasten. Nou, dat vonden we een mooie actie. Maar aan u de vraag, is het echt te duur om een fatsoenlijk vroegpensioen te bieden aan mensen die echt een zwaar beroep hebben? Nou, dat ligt even buiten mijn beleidsterrein. Dus daar, als u het goed vindt, ga ik daar, laat ik die vraag echt even bij de minister van Sociale Zaken. Eddy van Heijen. Ik ga over de fiscaliteit. En dat is al een breed onderwerp genoeg, zou ik bijna willen zeggen. Dank u wel. Volkert Itzinga, staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst.